alles gebeurt in... Ja, welkom bij een nieuwe aflevering van Tapa Bankstel. En het is na lang weer een opname hier in Suriname. Onze eerste opname in Suriname. Net terug van een tour in Nederland. Een heel zware tour. Isabi, we hebben genoeg gasten om ons aan te stellen. Isabi toch? We zijn overspoeld. Tapa Bankstel, Kwaku Tour. We mogen praten over een geslaagde tour. Isabi toch? Zo erg dat we nu al volgeboekt zijn voor volgend jaar. Kwaku. Isabi toch? Dus we hebben ons best gedaan. We zijn gegaan om onze stempel te drukken. En dat hebben we kunnen doen. En je wil het niet geloven. Maar ik wil van hieruit bedankt brengen aan de heer Dennis Dens. Die eigenlijk heeft gegoogeld. Is dat een man wang baga drie camera. Kan je dat voorstellen? En Emmy, ook onze hartelijke dank. Is dat we konden niet met onze volledige crew gaan. Maar wat we hebben kunnen neerzetten daar in Nederland was top. Is dat we maar we zijn nu terug. En we gaan het zo doen. Ik ga jullie uitleggen, precies uitleggen hoe we het gaan klaarspelen. Want er waren te veel gasten. Echt dat we zelf moesten aanhouden tot volgend jaar. We gaan het om en om doen. Een Surinaamse om een Surinaamse Nederlander. Dus een bekende Surinamer. En dan die andere aflevering wordt een bekende Surinaamse Nederlander. We gaan jou kennis laten maken met die Surinaamse Nederlanders die... het heel goed daar doen in Nederland. Vandaag hebben we weer zo'n speciale gast. En dat is... ik weet dat een paar van jullie hem misschien nog niet kennen. Maar dan ga je hem nu kennen. En dat is... als ik die naam noem, ga je willen denken aan een politicoloog. Of een religieuze leider. Als ik zeg Pandé, direct je tak van... kerkelijk. Is dat zo? De Pandé leider. Ja, ja, ja. Nanga ina politiek, maar nee, maar het is Ryan Pandé. Hem? Ja, nou een comic. Comic. Je kan dat comic, je kan dat cabaretier, je kan zeggen stand-up comedian. Maar straks hoor je zelf wat die man eigenlijk doet in het dagelijks. Eigenlijk onder politiek. Politiek. Ja, ja maar hij maakt naar moro fromo. Oh, de maakt moro. Ja, en, oh, je want een moro talent. No, de man het gewaas koro, maar een politicoloog. Amana goa score of een. Gewoon. Gewoon, if you go in here, go in niet snel. Maar Ryan Pandé vandaag op onze bank heeft een paar shows hier in Suriname, een paar zijn al uitverkocht. Maar ik zou jou aanraden voor Luca Boy DC. Hij is grappig. Ik heb zijn shows gezien. Of niet alleen maar komen leren. Ik heb een show van hem gezien en ik heb gelachen. Je zou het niet achter hem zoeken, even shaman, zo la 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 la. Maar ze aan het doen. Hé, je kan gewoon Luca show. Wie bij je kaart? Nee, ik heb wel. Ik heb bij mijn kiezen. Oh, je kiest een kaart? Ja. Oh, je hebt power up naar de. Wat ga je vandaag geven om te drinken? We gaan een lekkere Blue Hawaiian voor hem maken. En kijk als hij aan kan. Als hij nog meer kan. Nee, we gaan twee dingen kijken als hij aan kan. Als hij in deze felle zon. Het gaat overleven in deze felle zon. En je Blue. Blue Hawaiian. Blue Hawaiian. Yes. Ja, hè? Zie je, ik ben weer in Suriname, dus ik mag me weer aanstellen. Voor de beste mode is het nog steeds dresscode. Dresscode, mijn missie, dappé. Dappé, nou, van winkel in een bolly. Hallo. No. Atra winkel, poepego. Primara. Is dat niet zo? Nou, een winkel heeft Jamal. Sander, nou, Sander. Ja, ben je korf, toch? Ja, ben je korf. Ja, je toch? Maar... laten we gaan kijken en luisteren naar deze Ryan Pandé. Kogeluku. Welkom kijkers, welkom Ryan. Dankjewel man. Ja, ik ga even door die mensen praten, want ik heb een verrassing voor jullie.
Ik heb 2 kaarten van de show van Ryan. En als jij in Amerika wil komen voor 1 van die kaarten, moet je morgenochtend om 8 uur bij Simply zijn. Is dat weer toch om 8 uur? Ryan, wat doe je morgenochtend? Morgenochtend om 8 uur, slaap ik. Slaap je? Ja. Oh nee. Jammer genoeg, hij slaapt. We gaan hem die rust gunnen. Dank je. Want hij is de hele dag bezig. Want ja, anders zou ik hem verplichten om daarbij Simply te zijn. Bij onze broodjeszaak. Aan de Lala Roekweg. Eigenlijk moest je daar zijn. Weet je waarom? Je zou een ander broodje eten. Want ik weet dat je brood daar krijgt. Ontbijt daar. Ja, ja, ja. Maar anders. Ja. Maar bij ons is echt Surinaams. Die lekkere bokking. Is dat weer toch? Die lekkere bachou. Ja. Is dat weer toch? Maar als jij die lekkere bokking of die bachou of die zout metti wil hebben om 8 uur, mag de eerste persoon die daar is om 8 uur, krijgt een kaartje van Ryan Pandey. Die show heeft het getekend, hè? Getekend, dus teken een karta dat hij. Wees het even daar bij Thalia. Is dat weer toch? Dan zit het weer in je tas en dan mag je ermee gaan slapen. Hoor? Maar we gaan beginnen met het programma, Tapa Bankstel. En je weet, ik heb het in mijn intro al gezegd, is onze eerste aflevering weer in Suriname. We hebben een vermoeiende tour gehad, maar we willen jullie even laten zien wat we allemaal, weet je, niet alles gaan we je wezen, maar gewoon een test, een proef. Kijk even. Ja, dat was een collage van Tapa Bankstel Kwaku. Is dat weer toch? Je kan je borst nat maken. Er zijn een heleboel die we daar hebben gemaakt. Maar we gaan het gewoon om en om doen. Want dadelijk ook kosmiddag, ja, simpel en play Holland man. Is dat weer toch? Maar nee, het gaat om bekende Nederlandse Surinamers. En daarmee moet je ook kennis maken. Ryan. Jij bent naar Suriname gekomen. Voor dit programma. Voor hey. Ja. Zie je, dat bedoel ik. Dat bedoel ik, dat hebben ze daar ook gedaan. Ja. Maar Ryan, ja, want manga je aan een nou. Nee. Aan een nou. Is dat je dus eindelijk zover dat je op mijn bank zit. Ja. Welkom nogmaals. Dankjewel, man. En is dat Jana Gradhari. Hier is open en bloot. We gaan beginnen bij het begin. Nee, dat niet. We gaan beginnen bij het begin. Je kan je vrij voelen hoor. Ja, we zitten op stoelen van. Dat is lekker. Juist, het is van Morphin's Outlet. Oké. Okay. Dat staat aan de highway. Dat je dus straks kreeg je hun adres kreeg je straks in beeld. En dan kan je het daar halen. Ja. Je zou je toch niet halen, je moet betalen. Ja. Je zou je toch om te halen moet je betalen, want het zijn mooie meubelen. Kijk, dit bijvoorbeeld, ik kan draaien ermee. Je zou je toch, maar je zit toch lekker zit op die stoel. Ja, zeker. Ryan, ja, we gaan vanaf het begin beginnen. Ja. Hier geboren? Nee, Zaandam. Zaandam? Ja. Zijn je ouders van hier? Ja, zeker. Ja, want die pandees kan je anders. Ja. Ik heb ook in mijn intro aangegeven dat die pandees, als je hoort pandee, ja, dan denk je direct religieus, ja, of politiek. Ja. Ze zitten of in de politiek of ze zijn een geestelijke leider. Ja, en ik heet eigenlijk Gangaram Pandee. Is allebei. Oh! Ja. Want... Wat? Gewoon niet kort aan je af. Ja, ja, ja. Het past niet op die flyer, toch?
Yo, niet van die lange naam. Nee, ik hou ervan, maar het is lastig op mijn fly. Oh, dus eigenlijk is dit je artiestennaam? Een soort van, ik heb die Gangnam weggehaald. Mensen spreken het allemaal verkeerd uit. Pandey ook, zeg altijd, het is Panday, is Pandey. Lastig, ja. Oké, okay, Ryan, Saandam ben je geboren. Ja. Wanneer ben je geboren? 14 september 1983. Ja. Dus nu ben je snel tellen? 35. 35, wanneer ben je 35 geworden? 14 september. Wat had je op die dag? Goeie vraag. Ik weet Sabroso. Nee. Want Bigiari, een Surinamer, want je voelt je Surinamer toch? Zeker ook. Ja. Oké, een Surinamer, een echte Surinamer. Ja. Dan stop Bigiari, dat is mee spaar. Ja, moet ik eigenlijk wel doen, hè? Je hebt niets gedaan. Ik heb volgens mij niks gedaan, hè? Gewoon uit eten. Ja, zoiets. Serieus, Ryan? Ja. Ik heb mijn eerste verjaardag hier gevierd. Dus ik ben 1 jaar geworden in Suriname. En dat was een groot feest. Dus eigenlijk moet ik hier zijn met mijn verjaardag. 1 jaar heb je hier gevierd in Suriname. Dus ja. Je bent in Nederland geboren, Saandam. Ja. Ja. Dan ben je naar Suriname gekomen, heb je 1 jaar gevierd. Precies. Hoe zag je feestje eruit? Ik heb van foto's dan, alle familie was er, neefjes, nichtjes. We hebben het onder het huis van mijn oma gevierd. Waar is dat? Julianastraat. En er was muziek, taart, alles. Ja. Dus Oké, dan gaan we terug naar Saandam. Ja. Want dan ben je, na 1 jaar ben je teruggegaan naar Saandam. Ja, was koud. Ryan, welke buurt ben je opgegroeid? Ken je de Poelenburg? Ken je het? Saandam, ik ken Wonno. Van Holland ken ik alleen Amsterdam. Ja. Bolivie, maar Utrecht leren kennen. Ja. Rotterdam. Ja. En nog eentje. Bolivie, Sana Trawang. Sana. Doet het gewoon. Oké. Het is 10 minuten verwijderd van Duitsland. Ja. 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 Okay. Dat alleen ken ik, maar voor de rest minasabi. Vertel me over die buurt. Saandam heeft verschillende buurten. Een van die buurten is Poelenburg. Het kwam een paar jaar geleden een beetje negatief in het nieuws, want er waren veel hangjongeren daar. Maar daar ben ik geboren, opgegroeid. En daarnaast, ik woon nog steeds in Saandam. Maar Saandam is tegen Amsterdam aan. Dus het is 15 minuten van Amsterdam. Oh, ja, dat ver weg verwijderd van Amsterdam. Dat is in de buurt, ja. De volgende keer als ik kom, dan kom ik je zeker langs. Ik kom eten daar. Dan kom je op mijn bankstel. Ja, dan kom ik op jouw bankstel. Hey Ryan, toen die hangjongeren, jij was geen hangjongeren. Nee. Wat voor soort type jongen was je? Heel verlegen, stil, een beetje ingetogen. Dus heel verlegen, een beetje... Ja, maar bevooi. Nee, waarom? Verliegen jongens, op school bijvoorbeeld. Oké, laten we het zo doen. Vertel jij over je jeugd, je schoolperiode. Ja, ik was een beetje ingetogen. Ik vond het wel leuk om... Wachten. Laten we, want de zon is fel. Ja, man. Dus dan ga ik even een FIFA inschenken. Ja. Hey, zie je? Dit is alleen maar zegen, hè? Ja. Ja, gromma wansani. Gromma iwani misaptak dorste kiri. ATV ne jidringi. Dat wordt jidringi. Meer in de cameraman. Laten we proosten, Ryan. Ja, maar cheers. Wat voor smaak is dit? Dit is die blueberry. Is lekker. Heerlijk toch? Ja, dit is een water met een prik, hè? Ja. Op een leuk gesprek. En succes met je show alvast. Dankjewel, man. Oké, we waren gestopt bij je jeugd op school. Ik was een beetje verlegen, ingetogen, een beetje op mezelf ook. En ik maakte wel een beetje muziek, dus thuis was ik wel een beetje keyboard aan het spelen, een beetje zingen. En op feestjes gingen mijn broer en ik altijd wel Michael Jackson dansen. Hoe groot was het gezin? Of is het gezin? We zijn 4, 2 kinderen. Dus mijn ouders en mijn broer en ik. Oh, je broer en... Oh, jij bent de jongste. Ja, ik ben de jongste. Poor boy. Verwend. Valt mee. Valt mee. Ik wil het bijna niet geloven, Ryan. Nee, valt je mag mee. Alles. Ja, mijn broer is meer gehoorzaam dan ik. Dus ik kreeg vaker geschreeuw. Ja. Oké, school. Ja. Heb je de school afgemaakt? Soort van. Wat is soort van? Vertel me, wat is soort van dat je niet aan doen? Ik heb, ja zeker, ik heb rechten. Waarom ben je blijven zitten, Ryan? Dat is een goeie. Hoor. Na de break. Geniet mee van de superleuke Telezuur prepaid voordelen. Zoveel bonus als je wilt met eTopUp. Gratis 100 sms'jes na de eerste 5. Sms bel naar 4006 en bel gratis na 10 uur 's avonds. Gratis bellen na de eerste 3 minuten. Telezuur, keeping us in touch.
Kies je voor kwaliteit, dan kies je voor Trends America Supercenter. Naast dranken en voedingswaren hebben wij diverse keukengerei en tupperware van de merken Tramontina en Panelux. Ook zijn we gespecialiseerd in Braziliaanse producten. Apparatuur en materialen nodig voor gebruik in het binnenland? Bij ons heeft u ruim de keus. Ook de gouddelvingsector voorzien wij van alle benodigdheden en onze inpakservice maakt transport van goederen nog gemakkelijker. Bezoek ook onze drogisterij met onder andere een ruim assortiment aan haarverzorgingsproducten. Trends America Supercenter en drogisterij. Anamoestraat 40, telefoon 550774. Ook te bereiken via de Dobroestraat met ruime parkeergelegenheid. Milliliter, nu slechts 5,50 SRD. Goedemiddag, papa. Are, staan we niet bij. Ah, mijn soepel Evert, papa. Evert, die maakt idee. Nee, jouw post doen direct op mijn papa. Srut, Evert. Evert voor het herkeuren van uw auto, lichte vrachtwagens, brom- en motorfiets, service, onderstelreparatie, scannen, balanceren, uitlijnen. We zijn open van maandag tot en met vrijdag van 8 uur morgens tot 4 uur. Papa, behoed, lobbykade. Ik ga bijen allemaal. De snelle keuring. Frit. Over. De snelle service kan zonder afspraak. Koreastraat 11. Bel met 43 58 28 of 89 88 606.
Ja, en we zijn terug. We waren gestopt bij een... Waarom je de school niet hebt afgemaakt? Ja, ik heb mijn bachelor gehaald, maar mijn master niet. Ik heb rechten gestudeerd. Oh, nou, Diego Farah. Ja, toch? Alleen, ik heb er 11 jaar over gedaan. Hé! Hey. Ja. Samsa Ryan, waarom? Goeie vraag. Ik weet niet, ik vond het niet zo leuk. Tenminste, het trok me niet en ik begon tijdens mijn studie met comedy. En dat was veel leuker. Dus vandaar... Je bent toen, terwijl je studeerde, ben je ook comedy gaan doen? Ja. Gaan volgen? Ik denk gewoon gaan spelen, optreden. Gaan spelen? Ja. Hoe oud was je toen je bent begonnen? 24. Maar we gaan nu nog niet over, we gaan nog niet zover. Want we zijn bij de school. Je bachelor. Ja. Hé, wacht. Zeker. Ja. Ik heb een lekkere cocktail hier namens Mix & Serve aan Blue Hawaiian. Ja. Dan mogen jullie proosten en lekker drinken. Blue Hawaiian. Yes. Op. Alsjeblieft. Dankjewel. Thank you. Ik ga vaker komen hier. Mm-hmm. Dat probleem hadden we ook in Holland, hè. Oma's aan die ze eten en drinken. Ja. Want in Holland, die shows van Holland hebben dat niet. Nee man, wat doen jullie morgen? Hm? Zelfde tijd. Maar niet in de zon. Nou, deze zon is juist lekker. Daar waait er geen wind. Die zon vandaar heeft geen wind. Ja. Jereno. Ja. Deze comedy, maar we gaan nog niet over comedy. Ja. Laten we gewoon even doorgaan met de school. Je hebt het 11 jaar erover gedaan. Ja. Dat is wel lang. Zeker. Maar... Idoroja. Ja. Oké. Okay. Wat heb je na de school gedaan? Ben je direct comedy gaan doen? Tijdens mijn school, ja. Dus tijdens mijn studie. Je bent niet gaan werken? Nee, ik heb wel baantjes gehad. Dus part-time baantjes. Ik heb bij American Express gewerkt. Een creditcardmaatschappij. In een akdemang? Nee. bij de postbank heb ik ook gewerkt. En ik heb telemarketing gedaan. Maar dat was gewoon naast mijn studie of naast vakantiewerk ook. Ja. En ik heb ook hier een tante van mij, die had heeft een rottieshop, maar ze is weer eens overleden. Carilli's rottieshop. Waar was dat? Stond dat? Julianestraat. Volgens mij staat er nog. Maar, je bent van die buurt. Weet je wel even dat je van die buurt was? Wie? Chantal. Chantal? Tangali. Oh, ja. Dat mooie meisje. Ja, zeker. Ja. Zij is een buurmeisje van mijn oma. Een buurmeisje van je oma? Ja, geweest. Maar nooit in een zoetoeschot? Ja, maar ik ben niet vaak bij mijn oma. Ja. Maar hoe weet je dat ze... Jij vraagt alles. Dat is goed, hè? Alles. Maar, versta je Surinaam? Jazeker. Kan je ook Surinaams praten? Maar het klinkt niet. Okay. Ja. Hoor nou. Het klinkt niet sexy. Maar laten we even eerlijk zijn. Chantal is... Zeker. Lelijke. Nee. Dus in een bewaarde toeschot? Nee. Nooit geprobeerd? We zijn aangetrouwd ook ergens familie. Oh ja, dus dat jok ze niet. Ik wou even testen. Dat jok ze niet. Chantal, voor het eerst heb je de waarheid verteld. Want toen ze heeft gehoord dat Ryan op mijn bank. Dus je staat al, ben je ready? Maar ik had Ryan. Hij was van de Julianastraat, zijn oma was van de Julianastraat. Dan heb je Rotti ook daar verkocht. Ja, ik ging in de vakantie helpen. Ja. Je kwam naar Suriname speciaal om Rotti te verkopen? Nee, maar ik was op vakantie. Had je niets te doen? En die Rotti was lekker, dus dan mocht ik gratis Rotti eten en dan kon ik werken daar. Ja. Maar er werd verkocht? Ja, zeker. Ja. Met Ryan en achter die bar. Ja, precies. Gebruik je alcohol? Nee. Geen alcohol? Ze verkochten geen alcohol daar? Nee, maar ze gingen me testen, want ze dachten dat ik geen Surinaam sprak. Oh? Ja. Vare man betesti. Takangami. Ja. Takangami, kom hier. Nee man, misschien als ik dit op heb. Ja? Ik denk nog een beetje. Oké, Ryan. Dus je bent vakantie hier komen werken. Je bent nu 35 jaar. Ja. Zijn er kinderen? Nee, nog niet. Waarom niet? Goeie vraag. Ik denk dat het nu al een beetje tijd is. Je bent 35 hoor. Het is mijn vader. Je bent mijn vader, je bent deze beste vriend. Maar laten we even eerlijk zijn, Ryan. Ja. Luguno, 35 jaar toch? Zou je eigenlijk moeten zeggen van ja, ik heb 2 ergens. Ergens? Nee. Maar heb je een vriendin? Ik ben single. Ja. Ik weet het. drink one slok. Ja. Drink into one slok. Mm-hmm. Je bent single. Ja. Hoe komt dat? Ik denk, ik ben veel weg. Dus ik ben s'avonds vooral weg, toch? Mm-hmm. En ik heb weinig tijd eigenlijk om... Kijk, de meeste mensen werken overdag. Mm-hmm. Dus dan overdag heb ik alle tijd. Maar s'avonds is het lastig om iemand af te spreken, om iemand rustig te leren kennen. Maar je bent 35 jaar, nooit heb je een vriendin gehad. Zeker, jawel. Hoeveel heb je gehad? Ik heb 2 gehad. Ryan. Ja. Twee relaties. Oh. Ja, sorry. Oh, no yet. Ja. Drink nog eens lang. Drink nog eens lang. Drink. Want dat je doet zo. Ja. Ja. Ja.
Twee relaties. Twee relaties. Ja, ja. Wat zijn met die relaties gebeurd? Uit. Tijd. De eerste, ja, de eerste was 7 jaar. Mm-hmm. En we zijn een beetje uit elkaar gegroeid. Want we studeerden allebei. Ik kreeg zij psychologie. En zij wilde echt huisje, boompje, beestje. Ik was net begonnen met comedy. Dus ik wilde het opbouwen. En we groeiden een beetje uit elkaar daarin. Want ik woonde nog thuis. Mm-hmm. En ik dacht, ik wil dit echt volgen, zeg maar. Dat was mijn passie. Dus daardoor groeide uit elkaar. Oké, okay, je hebt twee vaste relaties. Ja, ja, ja. En hoeveel lossen? Zo. Mm-hmm. Ik neem nog drink een slok. Mm-hmm. Dan gaan we tellen. Houd bij die twee vaste en een aantal lossen. Maar heb je geen last van ze? Zeker. Mm. En je zegt ze af? Ja, ook. Ja. Serieus? Ja, maar ik heb het druk. Dus, maar iemand moet de juiste zijn, toch? Je moet een goede klik hebben met iemand, okay. Moet iemand leren kennen. Oké, okay. Mensen, Ryan zit hier. Hoe lang ben je hier in Suriname? Tot 3 september. Hij is tot 3 september in Suriname. Als jij vindt dat jij s'avonds ook met hem uit kan gaan of naar zijn werk kan gaan, mag je je nu aanmelden tot 3 september. Ik doe de keuring. Hoort dit ook bij Tapabankstel? Ja, ja, ja. Ja, okay. Ja. Of je bent te lang vrijgezel, het kan niet. Ja, kan niet meer. 35 jaar, je moet kinderen maken, man. Ja, wordt wel tijd. Ja, je wil geen kinderbeeslag. Oké. Okay. Ja. En je ouders, want normaal, ja. Normaal ben je hun die staan, hè? Word je uitgehuwelijk? Is dat niet gebeurd? Of zijn jullie anders opgevoed? Nou ja, een beetje anders. Maar vader vond studie heel belangrijk, mm-hmm. Maar dat ging ook niet. Toen dacht hij, ja, dan wil ik niet over trouw beginnen. Ja. Ja. En je moeder heeft nooit gezegd van, Marijn, wanneer kom je met een... Ja, ik denk wel, maar ze zien ook dat ik het druk heb. Dus ze denken, ja, doe je ding. En, maar ik vind zelf wel dat het een beetje tijd wordt nu. Ik ben 35, tussen 35 en 40 zou ik het leuk vinden om te settelen. Mm-hmm. Oké, okay, Ryan, je bent vrijgezel nu. Ja. Dat stoppen we gaan... Niet daarover niet meer praten. Tot 3 september hebben ze de gelegenheid om zich aan te melden. Ja. Je bent toen, trouwens je deed het al, wanneer ben je professioneel begonnen? Ja, ik studeerde en toen was er een open podium, heb ik me voor aangemeld. Mm-hmm. En ik ging een paar keer kijken naar het open podium. Toen leerde ik Jan Dino kennen. Die mm-hmm. was toen een tijdje bezig. Henry van Loon, een paar andere cabaretiers, comedians. En toen ben ik het open podium gaan doen. Toen zat er iemand in de zaal van een festival, het Groninger Studenten Cabaret Festival. En toen zei ze, wil je meedoen? Toen zei ik, nee, ik kan dit niet. Ze zei, jawel, ik vond je leuk. Dus toen heb ik het festival gedaan en daar heb ik de persoonlijkheidsprijs gewonnen. Mm. En zo ben ik er een beetje ingerold, want vervolgens kreeg ik een mail van, ik weet niet of je Sheila Visser kent? Mm. Van, zij doen ook het management voor Clifton Braam in Nederland. Oh ja, ja, ja. Zij ja, stuurde een mail, ja. Ze waren van Mojo Theater. Mm-hmm. En toen zeiden ze, we willen praten. Maar ik had geen idee hoe het werkte. Dus ik ging daar naartoe, die man zegt, ja, ik stuur een contract. Ik zei, ja, ja, is goed. Op alles zei ik ja. Dus hij zei, wil je theater in? Ja. Ja. Ik hou van ja. Ik ga niet moeilijk doen. Dus vervolgens stuurde hij een contract. Alleen bij je relatie zeg je nee. Zeg ik nee, precies. Ik moet omdraaien. Uh-huh. En toen ging ik het theater. Ik denk 1,5 jaar later hadden ze een theatertour geboekt. Dus zo ben ik er zeg maar langzaam ingerold. Mm, ja. Dus, maar wie heeft jou ontdekt? Wie heeft gezegd van Ryan? Ik denk... sowieso, kijk, Sheila heeft dan die mail gestuurd. Maar ik had een regisseuse die meewerkte aan het festival. Dat is Wimmy Wilhelm. Mm-hmm. En zij heeft denk ik bij die auditie van het festival gezegd, ja, hij kan het, hij is goed. Mm-hmm. En zij is met me gaan werken, zij heeft me vertrouwen gegeven. Zij heeft gezegd, we gaan hier aan bouwen. Oké, okay, maar wanneer was dat? Dat was in 2008. 2008? Ja. Dat was je eerste optreden? Ja, ja, ja. Oké, okay, kan je nog heugen wat je eerste optreden was? Ja, zeker. Oké, okay, kom hierin. Waarover had je het? Ik had het over mijn relatie, want... Ik ben Fugakba. Was dat goed, Suriname? Ja, ja, okay. Ja, ja, super. Oké. Okay. Ik ben Fuga. Ja, 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 over werk. Ik ben Fuga van relatie. Ja, ja, ja. Dan zo abtje ben weer. Nou ja, ik ben ook moeilijk. Ik ben moeilijk. Hoe moeilijk kan jij zijn? Heel moeilijk. Serieus? Ja, ja, ja. Kieskeurig? Ja, kieskeurig, ja. Ja. Fanatiek? Fanatiek valt mij juist een beetje te rustig soms. Passief. We gaan even. Ja. Even voor mensen, hoe neem ik kwalijk. Ja. Hou dat punt even. Ja. Hoe moet ze eruit zien? Mooi. Nee, uiterlijk, ik hou van... waar hou jij van? Het moet mooi zijn. Ja. Maar van binnen hier. Ja. Toch? Ja. Dus eigenlijk hoeft ze geen beauty zijn, want als ze een beauty is, heb je een probleem. Ja, ja toch? Want dan ja. Moet je te veel oppas doen. Ja. Mooi. Het moet ogelijk zijn. Laat maar zeggen ogelijk zijn. Maar als je van hier van binnen... Ja. Je moet rustig zijn. In een oproeren en ik, net als mij. Ja. Je moet rustig zijn. Je zou je toch, je moet van, niet van uitgaan houden.
Ja. Dat is ook wel leuk. Ik vind het leuk om, als je een klik hebt toch, je moet goed kunnen praten, goed, maar ik ben ook niet zo uitgaanstypen. Nee. Dus dat, ja. Ik wou wel van uitgaan. Zij moet niet uitgaan aan een klik toch. Want als ik op straat ben, dan ben je ook op straat. Gaat niet toch. Oké, laten we even doorgaan met je eerste. Ja. Het ging, je bent vroeger van relatie. Je van je stuka. Ja, zeker. Ik studeerde toen al 6 jaar of zo. Ging ook niet goed. En niemand kende. Ken je Prem Radhakishun? Ja. En in Nederland kende eigenlijk niemand Hindoestanen verder. Ik ken alleen Prem Radhakishun, dus daar bood ik mijn excuses voor. Ik zei sorry dat we hem hebben. Zo begon ik. En ik had een ding over dat ik bij een supermarkt werkte. Het was vrij kort, want ik had ongeveer 6 minuten. Dus dat waren de onderwerpen. Die nakt den direct. Bam. Ja, precies. Maar ik was zenuwachtig, man. Ja. Heel zenuwachtig. Want ik weet het. Grappen maken is moeilijk. Als niemand lacht, heb je een probleem. Dan wordt het moeilijk. Als dan iedereen lacht, is het makkelijkste baan van de wereld. Ja. Dus zou je toch maar, hoe was het de eerste keer? De eerste keer op het podium. Hoor. Na de break. Geniet mee van de superleuke telesuur prepaid voordelen. Zoveel bonus als je wilt met eTopUp. Gratis 100 sms'jes na de eerste 5. Sms bel naar 4006 en bel gratis na 10 uur 's avonds. Gratis bellen na de eerste 3 minuten. Telesuur, keeping us in touch. Kies je voor kwaliteit, dan kies je voor Trends America Supercenter. Naast dranken en voedingswaren hebben wij diverse keukengerei en tupperware van de merken Tramontina en Panelux. Ook zijn we gespecialiseerd in Braziliaanse producten. Apparatuur en materialen nodig voor gebruik in het binnenland? Bij ons heeft u ruim de keus. Ook de gouddelvingsector voorzien wij van alle benodigdheden en onze inpakservice maakt transport van goederen nog gemakkelijker. Bezoek ook onze drogisterij met onder andere een ruim assortiment aan haarverzorgingsproducten. Trends America Supercenter en drogisterij. Anamoestraat 40, telefoon 550774. Ook te bereiken via de Dobroestraat met ruime parkeergelegenheid. Milliliter, nu slechts 5,50 SRD. Goedemiddag, papa. Are, staan we niet bij. Ah, mijn soepel Evert, papa. Evert, wie maakt die? Nee, jouw post doen die met poebena, papa. Srut, Evert. Evert voor het herkeuren van uw auto, lichte vrachtwagens, brom- en motorfiets. Service, onderstelreparatie, scannen, balanceren, uitlijnen. We zijn open van maandag tot en met vrijdag van 8 uur morgens tot 4 uur. Papa, behoed, lobbykade. Ik ga bijen allemaal. Are, oma, jai. Hai, behoed. Srut, Evert. De snelle keuring. Srut, Evert. De snelle service kan zonder afspraak. Koreastraat 11. Bel met 43 58 28 of 89 88 606.
was heel lang op zoek naar de juiste wooninrichting voor mij. En je huis voelt natuurlijk pas echt als een thuis aan wanneer je een wooninrichting hebt die bij jou past. Een wooninrichting die niet alleen mooi is en functioneel, maar ook een van goede kwaliteit en betaalbaar. Morvan's Outlet heeft Europese outletmeubels en woonaccessoires van topkwaliteit tegen de scherpste prijzen. Salontafels, kasten, sofa's en nog veel meer. Met de juiste woonstijl voel je pas echt thuis. Morvan's Outlet. It's good to be home. We zijn terug. Eerste keer op het podium. Oh man, ik was gespannen. Ik was echt gespannen. Dus, plassen? Ik kon niet eens. Ik durfde niks doen. Dus ik kwam daar. En je hebt een MC, die kondigde de avond aan elkaar. Dat was Bram van der Velde. En ik zei, waar moet ik staan? Hij zegt, hier is het podium. Daar is het licht. Als je te lang gaat, dan krijg je een rode lamp. En hij zegt, maak je niet druk. Iedereen gaat kapot de eerste keer. Dus de eerste keer wordt verschrikkelijk. Dus ik was zenuwachtig. Mijn beste vriend was komen kijken. En ik had het thuis had ik het opgenomen. Dus ik was voor de spiegel gaan oefenen. Toen heb ik het opgenomen. En toen liet ik het hem horen van tevoren. Hij lachte nul keer. Dus dat hielp ook niet. En toen stond ik daar. En ik was alleen maar adrenaline, spanning. Dus ik deed wat ik gewoon had geoefend thuis. En ik hoorde ook wel dat er lach was, maar ik wist niet precies waar. Dus ik ging gewoon door. Dus wat er ook zou gebeuren, ik zou die 6 minuten precies zo doen. En toen was ik klaar. En toen hadden mensen gelachen. En toen dacht ik, en toen het klaar was, ik kreeg een soort kick ervan. Want toen dacht ik, ik wil weer, ik wil meteen weer. En toen liep ik naar buiten, toen waren de mensen in de zaal, die zeiden, van hem ook grappig. En toen dacht ik. Wauw. Ja, dus want ik had geen idee hoe goed het was goed. En ik was ook te gespannen om goed te kijken in de zaal wat er gebeurde. Dus toen dacht ik, dit was heel tof. Maar nee, maar hebben ze je dat ook aangeleerd? Om gewoon niet naar de zaal te kijken, gewoon over ze heen kijken. Ja, vroeger, maar nu kijk ik ze juist aan. Nu heb je die ervaring. Ja. Ik zei, maar als je de eerste keer gaat, dat hebben ze meegeleerd, dat wist je Weyland me geleerd. Hij zei, Earl, no look who going naar publiek. In het begin. Want, wat kan gebeuren, als je kijkt en die cameraman daar bijvoorbeeld, zie je hoe hij nu kijkt? Net alsof hij Fuga. Hij Fuga toch? Dan ga je denken van, samen terug, nou, misschien de zon is in zijn oog, daarom doet hij zo. Dan ga je denken van, hij vindt het niet grappig. Soms kom ik op in het theater en dan zitten mensen zo. Hey. Dan denk ik, hoe ben je zo uit huis gegaan? Ja toch? Dan heb je kaartje gekocht, dan ga je zo zitten. Toch? Je moet een beetje zin maken, toch? Maar goed, dan denk ik, misschien is die persoon zo. Hoor nou. Een keer alsof het mijn ex is zitten daar. Luister nou, weet je wat ik een keer heb meegemaakt? Ik heb meegemaakt met de Bonjo Boys. Ja. Want Saranaman, Biswara, Wesje en ik, Waylon en ik. Waarop Saranaman een kermis moesten we een show weggeven. Maar het was niet druk. Ja. Je kon die mensen echt tellen. Ja, ja, ja. En toen had ik geen zin, want ik wil druk te zien. Dus ik... we moesten opkomen. Dus ik ga echt zinloos op het podium. Ja. Ik ben ergens gaan zitten in een hoek. Ja. Dat deed ik mijn stukje wel. Weilen, raak. Ja, ja, ja. Dus toen we klaar waren, heeft hij ze bij me gekomen en zei, Euro, doe dat nooit meer. Ja. Ik zei, toch? Hij heeft me gezegd, ook al zijn er 5 mensen, moet je ervan genieten. Ja. Want die 5 mensen gaan het doorvertellen. Ja. Dus doe het nooit meer. Vandaar heb ik het geleerd. Ja, man. Je zou je toch, wat je zegt, klopt helemaal. Als iemand zo naar je kijkt, denk je van, maar serieus? Ik dacht, die vrouw is boos op me. Toch? Waarom? Ik ken haar niet. Maar hij is een kaartje gekocht. Ja, een kaartje gekocht. Ze is boos op me. Maar werk je, eigenlijk zou je die vrouw dan moeten aanpakken. Ja, maar niet in het begin. Want als zij in het begin, zegt, ik moest mee van mijn man, ik heb hekel aan jou. Ja, dan begin je nog moeilijker, toch? Dus ik wacht altijd. Dus na 30 minuten zeg ik, wat is de rest van de zaal met mij? Want ik wil niet dat iedereen zo gaat zitten. Ja. Ryan. Ja. Maar, ik weet niet of ik het goed heb. Heb jij ook geschreven voor Jurgen? Ja, 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 die tv-shows. Ja, een paar tv-shows. Heb jij geschreven? Meegeschreven, ja. Oeh. Ja. Dat is top. Heel tof. Ja, Jurgen had me een keer zien optreden en toen zei hij, ik wil je betrekken. En dat programma Zo Rijman had hij toen, Na Rijman is Laat. En toen zei hij, zou je het leuk vinden om voor me te schrijven? Was goed voor de ervaring, was heel tof. Jurgen heeft me ook altijd advies gegeven, dus dat is wel echt cool. Mensen als Jurgen, Roué, die echt vanaf het begin, Najib ook trouwens. Er zijn heel veel comedians die me altijd een beetje op sleeptouw hebben genomen. Jandino ook voordat ik begon. Maar welke stuk heb je voor hem geschreven? Hij had een intro altijd. Dus als die show begon, had hij intro over die week. Deed hij een paar grappen voordat de echte show begon. En daar schreef ik aan. En je werd betaald?
Ja, ja, ja. En dan zou je het niet doen. Dat kreeg je geen grappen. Nee. Maar Ryan, hoe is het? Welke ervaring heb je allemaal opgedaan? Want het is niet altijd goed gegaan. Nee. Ik heb ook redelijk vaak in het buitenland gespeeld. Mm-hmm. Een paar keer in Amerika. Dat... Engels? Ja, in het Engels, ja. Hè? Is het niet zwaarder? Soms, als het niet goed gaat. Denemarken, Zweden, Estland, Thailand. België, Brussel, Luxemburg heb ik ook in het Engels opgetreden. Engeland, Schotland. Maar heb je al momenten gegaan waar het niet goed is gegaan? Zeker. Welke momenten? Oh, verschrikkelijk. Eén keer moest ik in Harlem spelen. Dus ik was in New York. En een comedian van daar, die zei, hey man, ik vond je tof, ga met me mee. Hij had iets van 8 optredens het weekend. Hij zei, ik haal je op, dan doe je 10 minuutjes voor mij. Mm-hmm. Dus ik was aan het optreden, er kwam een andere comedian, Talent Harris. Die zei, hey, ik vond je goed, ik heb zondag een vaderdagshow in Harlem, in een buurthuis. Mm-hmm. Hij zegt, wil je het doen? Ik zei, ja, tuurlijk. Dus hij zegt, neem mijn nummer en het wordt tof. Ik ben de MC. Dus ik ging daar naartoe met de metro. En terwijl ik daar naartoe ga, krijg ik een sms van hem. En hij zegt, ik ben er niet vandaag. Dus ik zeg, oh. Dus ik kom daar en er was niemand, geen andere comedian. En het was ghetto. Dus je hebt een deel van Harlem is echt ghetto. Ghetto? Dit was ghetto, ja. Dus ik was een beetje bang. En die man zegt, waar zijn die andere comedians? Ik zeg, ja, ik weet niet. En toen was er nog één andere kwam erbij, maar hij zou ook 10 minuutjes doen. Toen zei hij, ja, moet die show zijn uur, dan gaan jullie het doen. Ik zeg, nee, ik doe 10 minuten, hij 10. Dus als jij zelf 40 gaat doen, dan hebben we een show, toch? Toen kwam er ineens, die MC kwam uit de buff, veel te laat. Dus die zei, laten we nu beginnen. Dus hij gaat op het podium, hij doet grappen van Chris Rock. Bestaande grappen, toch? Niemand lacht. Hij deed het heel slecht ook. Toen zei hij, here's Ryan. En soms weet je van tevoren al, dit gaat niet goed komen. Dus ik liep met lood in mijn schoenen liep ik naar het podium. En er waren iets van 12 mensen. En ik was bezig. En mensen, die kreeg ik. Dat is nog erger dan dit, hè? Als mensen, ze kijken elkaar aan. En toen was ik klaar. Het duurde echt lang, hè? Niet 10 minuten. Echt lang, hè? Het leek toch of het een uur is, dan. Ja, ik weet het. En toen was ik klaar. En toen zei ik weer even eruit, hoor ik dit zo. Het was verschrikkelijk. Echt, oh. En toen, ik liep naar buiten en er was een soort junkie daar, die zocht ruzie met me. Hey. En toen dacht ik, als deze me steekt, doet het nog minder pijn dan wat er net is gebeurd binnen. Het kan alleen maar meevallen. Maar ze hebben je wel betaald? Nee, ook niet. Hey. Ja. Dan moest je gewoon terug met de metro. Ja, man. Oh. Hey. Ik wilde mijn moeder bellen. Ik wilde mijn ex weer bellen. Is het aan? Ja, verschrikkelijk, man. En wat zijn de leuke momenten? De leuke momenten zijn eigenlijk als het echt ineens goed gaat. Weet je, dat ook in Amerika, in Estland was bijvoorbeeld. Ik was toen nog niet zo lang bezig. En ik had een comedian leren kennen die zei: we hebben in Estland comedy shows. Dus ik had mijn kleren gepakt. En vlak voordat ik wegging naar het vliegveld, keek ik online. Zag ik dat het daar min 20 is. Wist ik niet. Dus ik mijn kleren erbij gepakt. Min 20? Ja. Dus ik had broek over broek. En toen kwam ik daar. Maar Estland is een land waar ik nooit zou komen, uit mezelf, toch? En ik dacht, deze mensen en ik, we hebben niks gemeen. Maar toen ik op het podium stond en ik vertelde over mijn ouders, over mijn studie, toen merkte ik ineens dat die mensen het allemaal tof vonden. Omdat, ja, zij konden blijkbaar ook op een manier relaten of ze vonden het leuk. Toen dacht ik, oh wauw, dit is heel tof. Toen dacht ik, eigenlijk schelen we heel veel van elkaar, maar uiteindelijk toch niet zoveel, toch? Want als ze mij snappen en ik snap hun, dan lijken we veel meer op elkaar dan ik dacht. Ik heb een volle zaal gezien. Ik heb een show gezien waar je echt een volle zaal had. Hoeveel man heb je al kunnen optreden? Het meeste was hier, Comedy XL, dat was in Nis. En in Nederland bij Lowlands ongeveer 1200 man. Ik heb in Carré opgetreden, dat was ongeveer 1500 man. Dus ja, en mijn shows gaan ook goed gelukkig. Dus maar je hebt je eigen shows? Ja. In het buitenland? Ja, alleen dat is vaak korter. Mm-hmm. Mijn theatershow in Nederland, dat is gewoon echt mijn hele eigen show. Mm-hmm. Maar hoe lang kan je optreden? Anderhalf uur, drie kwartier. Langst is denk ik 2 uur bijna geweest. Serieus? Ja. Continu? Ja. Maar dat komt als het publiek leuk is en ik ga met ze kletsen. Wat zijn je karakters? Op het podium. Op het podium. Eigenlijk het meeste is persoonlijk. Dus het is echt wat ik denk, echt wat ik voel, wat ook echt is gebeurd bij mij. Dat komt denk ik het best over. En ik vind het leuk om ook een beetje piano te spelen, om te zingen. Dus je zingt ook? Ja, een beetje. Ja. Welke liedjes kan jij zingen? Ik zing een beetje Engels, een beetje Hindoestaans. Welke Hindoestaanse liedjes ken je? Welke ken jij? Oké, dat moet je voor me zingen. Ja. Ja? Kaiseboni. Nee, rustig. Een mooie. Een mooie. Kaiseboni is een mooie. Is een mooie. Is een mooie. Hoezo Kaiseboni? Is niet mooi. Oké, welke heb jij? Ik ken Kaiseboni. Ik hoor ervan. Je hebt nog eentje. De president zingt hem altijd. Fapoku dat ik opbaka. Boli moest hier zijn. Ja. Oh, ja. Oké. Zing dat voor me. Dit is speciaal voor de president. Nee. Nee, het is voor jou. Oké, voor mij. Oké. Ja. Ye do city
हम नहीं तोड़ेंगे तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे. Ze ga je bellen hoor. Een van die groepen formaties van hier ga je bellen. Junior zo belly. Ja, Junior. Je zingt mooi. Oh, dankjewel man. Je hebt nooit in een band gespeeld? Ja, wel af en toe heb ik wel eens meegedaan. Welke bandjes? Ik heb meegedaan met Faya Jang, is een Surinaamse band in Nederland. Ik had een bandje met mijn broer en een vriend van ons, Lenny. Ik weet niet of je The Voice kent in Nederland. Hij is zo'n reggae. Een soort reggae bandje. Mm-hmm. En ik heb wel eens meegedaan met een paar andere vrienden of zo, maar dan gewoon als... Maar je hebt een mooie stem, man. Oh, dankjewel, man. Thanks. Ja, man. Ik kan me niet voorstellen dat je nog single bent, ja, hoor. Ja. En ik wil het niet geloven, hoor. Drink nog even een slokje. Want misschien kan er iets eruit komen. Volgens mij is dat het probleem, hoor. Dat kan wel kloppen, ja. Het is lekker, man. Het is heerlijk. Ja. Nee. Ik ben maagd. Ja. Hoe ben ik maagd? Sterrenbeeld. Sterrenbeeld, oh. Ja. Ja, sterrenbeeld. Oh, ik dacht, wat weet ja, hij? Je schrik. Hij weet iets van me. Nee, hij geeft je cocktail een compliment. Ja, nee, het is echt lekker, man. Ja, ja. Ja. Hey, maar scherp. Wat is er met maagden? Sterrenbeeld? Kieskeurig. Ja, dat klopt wel. Eh? Ja. Neem je tijd, hoor. Heel goed. Word opa, luister naar de neem je tijd. Trouwen, jongen. Je moet trouwen. Er is een groot verschil tussen je. Ja. Nee, je moet trouwen. Je moet iemand hebben naast zich. Ja. Word een vrouw maakt je sterker, hè? Ja, een goeie. Een goede vrouw maakt je sterker. Ja, ik heb gemerkt dat je problemen hebt. Je hebt veel vrouwen gehad, maar ze waren slechte vrouwen. Je hebt slechte ervaringen ja, opgelopen. Ik heb niet altijd goede ervaringen. Weet je wat het probleem is? Mikota Lukukba. Ja. Mikota Luku, Shimidrin Omenslok. Ja. Mikota Luku, ik heb gemerkt dat je daar geen vrouw gaat vinden. Je moet naar Suriname komen om een vrouw te vinden. Ja. Geloof me, er zijn een heleboel goede vrouwen hier in Suriname. Sterke vrouwen. Je moet kijken, alle mannen, succesvolle mannen hier in Suriname. Kijk, ze hebben allemaal een goede vrouw. Je wordt even stil. Ik word stil, ja. Ik neem nog een slokje. Nee. Ja. Geloof me. Mali, jok ik. Kijk, Mali. Goeie vrouw. Weet je wat cool is? Alleen in Suriname gaat de host met de cameraman praten. Mali, jok ik. Dit is Suriname. Ja. Dit is Suriname. De barman. Wat weet hij? Weet je wat het probleem is? Ja. Die andere zijn steeds. Ja, maar dit is goed. Dit is lekker, toch? Toch, Mali? Dit is Suriname. Ja. Daarom kijk Tapa Bankster is weer een ander programma. Ja, daarom wil iedereen wil in dit programma zeker komen. I je know mag met iedereen praten. I know, ja. Zijn geen robots daar achter nee, die dingen. Je hebt helemaal gelijk. Ja, je toch geen mensen. Je mag met ze communiceren. Ja, je toch goed. Mali? Ja, toch Mali? Ja. Oké, okay, we gaan door met jou, want je draait door. Nee, okay. Ja. Ja, we waren bij een... Jim, ik ben Lassa hier draad. Goed, hè? Je bent slim. Podium. Ja, slechte ervaringen. Ja. Je hebt slechte ervaringen, dus daarom moet je gewoon een vrouw hier komen zoeken. Ja. Trouwen, nakba. Je optredens. Ja. Duurt meestal 2 uren. Anderhalf uur. Ja, ja, ja. Anderhalf uur. Je hebt meestal in Nederland al voor 1500 mensen gestaan. Ja. Hier ga je het weer doen. Alleen, want... Ja. De eerste keer was je met anderen. Ik ben iets van 8 keer geweest nu. Oh, 8 keer? Ja, steeds met vrienden. En voor het eerst ga je het alleen solo, doen. Ja. Wou jij het of heeft je manager gezegd, Ryan, je moet naar Suriname? Nee, ik wou het, want ik heb eigenlijk met Telesuur, voorheen Dirk Curry en nu Mike, die hebben eigenlijk altijd zijn ze heel tof naar me geweest. Jaren geleden al zeiden ze, Ryan, jij gaat solo kunnen gaan naar Suriname. Je moet het willen en je hoeft het niet per se via ons te doen. Maar wij denken dat je het kan. En ze hebben altijd vertrouwen gegeven. Ze zeiden, we willen je helpen erbij. Als je de hulp nodig hebt, laat ons weten. Vond ik zo tof. En nu, vorig jaar, waren we in gesprek. En toen dacht ik, ja, nu is de tijd rijp. Nu denk ik, nou is het goed om een keertje solo te gaan. Ook omdat ik meer van mezelf kan laten zien hier. Ik wil meer met muziek doen, meer zingen in die show. En ook dingen over Suriname. Ik heb genoeg dingen in Suriname gezien. Wat ga je over Suriname vertellen? Nou, wat ik... Lokom broekos ernaar. Zeker niet. Maar wat ik bijvoorbeeld... Neem maar één van Suriname. Ja, wat ik tof vind aan de Surinaamse roots eigenlijk, is dat heel veel Surinamers over de hele wereld doen het heel goed, maar daar hoor je het echt te weinig over, vind ik. Bijvoorbeeld, nou, voetballers zijn bekend, maar ken je Giorgio Tuinvoort? Ik heb van die naam gehoord. Giorgio Tuinvoort is een muzikant en hij heeft geproduceerd eerst in Nederland voor Replay, voor Lange Frans en Baas B. Vervolgens is hij door Akon meegenomen naar Amerika. Oh. En hij heeft muziek, 3 nummers gemaakt met Whitney Houston op haar laatste CD. En een van de laatste singles heeft hij van Michael Jackson gemaakt, met Michael Jackson geschreven. Mm. Ja.
Dus de Surinaamse mix, dat is eigenlijk wat ik zo bijzonder vind. Die maakt alles goed. Het eten, de muziek, de mens, de sport. Dus die Surinaamse mix, dat is iets waar ik echt trots op ben. Ik ben heel blij dat we niet rechtstreeks uit India zijn gekomen. Amen. Maar dan zou ik Kaseko niet kennen. Amen. Dan zou ik hier niet zitten. Amen. Ja, toch? Maar dan zou je... In India, mensen scheiden op straat, hè? Daar. Ja, ik was daar. Is waar, is waar. En het is een mooi land, maar het voelt niet als mijn land. Nederland ben ik geboren, maar de roots van mijn ouders, die zijn hier. Ja. En dat vind ik heel fijn om te hebben. Ik ben trots op je. Nee, ik ben trots. Ik ben trots op je. Nee. Als je praat over Suriname, maar mag echt, je alles vertellen over Suriname. Ja. Want de meeste van die cabaretiers, tegen mij met een grap over Suriname is het meestal afbrekend en dat keur ik helemaal af. Ja, maar ik moet je zeggen, ik ben ook een beetje veranderd. Want iedereen zegt altijd Surinamers zijn laat. Ik word opgehaald, hij is te vroeg. Hij is een half uur te vroeg. Ik ben nu elke keer laat. Dus ik kom uit Nederland, ik moet elke keer zeggen, hey, sorry dat ik laat ben. Dan zeggen ze, is oké. Dan denk je, dat was andersom toch? Ja, de Surinamers aan het veranderen. Je gaat het merken in Italië, wanneer je show straks hebt, of vrijdag hebt, ga je het merken hoe Surinamers altijd laat zijn. Oh wel. Okay. Nee, we hebben het nog. Okay. Dat mag wel gezegd worden. Okay. We zijn altijd laten wachten, altijd op die drukte. Die artiesten ook, hè. Yeah. Die artiest moet optreden in Nis. Die man wacht. Die man moet optreden, maar hij zegt gewoon aan die orgamang. Maar wacht niet, daar komen we druk. Dat had je ook moeten doen toen met Wesje, toch? Dat je... Maar het werd niet druk. Ik heb één keer gehad, hè. Ik moest mijn theatershow spelen in Gorkum. En toen was ik echt net begonnen, een van mijn eerste shows. Uh-huh. En er waren 11 kaartjes verkocht. Dus die man zegt, maar maak je niet druk, last minute komen er altijd mensen bij, toch? Dus het wordt vol, het maakt je niet druk, altijd last minute. Dus die show moet beginnen, 8:30, en hij komt in mijn kleedkamer en hij zegt, oké, luister, 2 mensen hebben afgezegd, we hebben 9 man. Was dus nog erger. Ja. Ryan, ja. Maar wat ben jij eigenlijk? Want ik hoor... Oh, sorry. Yes, niet erg. Je hebt stand-up comedian, je hebt cabaretier, ja. En je hebt... nog eentje heb je. Stand-up comedian, cabaretier en nog eentje heb je. Maar wat ben je? Wat is het verschil? Eigenlijk, kijk, stand-up comedy komt uit Amerika. Dat is wat je kent van Eddie Murphy, Richard Pryor, Dave Chappelle, Bill Burr. Dus dat is echt op een podium. Eigenlijk met een microfoon in je hand en een kruk. Dat is eigenlijk het klassieke beeld ervan. En grappen vertellen. Dus de lach is belangrijk. En in Nederland heb je een traditie van cabaret. En dat is theater, toneel. Daar kan je meer verhalen doen. Er zit ook veel meer muziek bij. Vaak, dat kan ook. En de boodschap is belangrijker. Ik ben een beetje een mix daarvan, want ik hou echt van stand-up comedy. Dat is waar ik echt in ben begonnen, dat ik het liefste doe. Maar ik hou ook van muziek maken, dus als je dat combineert, dan is het snel een cabaret in Nederland. Dus we zien vrijdag een kruk? Ja, zeker. Oh, oké. Okay. En een piano? Ja, en een keyboard. Ik heb piano gevraagd, maar... Oh, ja. Ze hebben geen piano. Mike! Mike Sjung heeft toch! Ik weet, het was lastig, maar dat maakt niet uit. Het wordt sowieso tof. En ik vind het ook leuk om een paar verhalen te vertellen, maar wel goede verhalen. Dus ik vind het leuk om het wel een klein beetje te combineren. Nee, want hier in Suriname zijn ze moeilijk wat dat betreft, hoor. Als je goede verhalen... Ja, je moet strak zijn. Strak en ze houden van lachen. Surinamers houden van 2 dingen. Ja. Lachen en eten. Ja. Ja, we lachen snel. Maar als het niet goed is, ga je het wel merken. Mensen vragen altijd wat het verschil tussen Surinaams publiek en Nederlands publiek bijvoorbeeld. Dat zou ik je ook vragen. Ja, Nederlands publiek is meegaand en die hebben gradaties van lachen. Dus als ze het een beetje leuk vinden, dan lachen ze ook. Maar Surinamers lachen daar niet, dus het is aan of uit. Ja. Dus als je goed gaat, ben je aan, maar als het uit is het uit. Ja. Dat doet pijn hoor. Weet je waar ik gezien? Dat meisje was laatst in Suriname, hoe heet zo weer? Die dame Lucinda. Die we Lucinda. Ja. Ik had Lucinda onderschat. Eerlijk gezegd, ik had haar onderschat. Ja. Ik ben naar die show geweest. Dat is leuk, ja. En het was vanaf begin tot eind. Ik heb mijn pet voor haar moeten weghalen. Ze stopt. Ja, zeker. Is dat wie toch? Ja. Dus ik stel voor dat je goed gaat oefenen. Ja. Ik weet dat je het kan. Ja. Is dat wie toch? Goed prepared zijn, ja. Well prepared. Naar ding. Direct koffie slaan. Direct punchline noemen je het toch? Ja. Pong direct. Ja. Bam! Daarover van houdt Suriname. Ja. Ryan? Ik ga je nog één vraag stellen, want je hebt een manager. Ja. Dat wil zeggen, je verdient. Nou ja. Direct lach je. hij houdt wat hoofdpijn bij me weg. Hoofdpijn? Ja, dus hij... Maar je betaalt hem toch? Zeker, ja. Ja, dat wil zeggen, je verdient goed. Dat weet ik niet. Wat kan een... Jij bent met die mix, stand-up en cabaretier. Ja. Toch? Wat,
hoeveel kan zo iemand ongeveer verdienen? Zo? Ja. Je hebt er een paar in Nederland die echt miljonair zijn, hè? Maar echt goed miljonair. De mensen die, maar die zijn heel lang bezig. Dus die hebben heel veel shows achter elkaar gedaan. Mm-hmm. En die blijven steeds hetzelfde patroon volgen. Nieuwe show maken, hard werken, door het hele land gaan met die show. Mm-hmm. Weer een nieuwe show maken, hard werken. Die mensen kunnen echt dik miljonair zijn. Mm-hmm. Maar ik ben nog niet daar. Maar je komt wel daar. Ik blijf wel bouwen. Ik wil steeds beter worden. Volgens mij is dat het belangrijkste. Als je steeds beter wil worden. En ik verdien er goed genoeg mee. Dus ik kan ervan leven. Ik hoef gelukkig niet iets anders te doen. Dat is heel fijn. En ik heb het is ook iets met mijn passie. Dus met mijn passie verdien ik mijn geld. Dus jij gaat niet naar Primark, jij gaat naar Bijenkorf. Ja. Ja, ik wou nee zeggen, maar ja. Vroeger was het Primark. Ja, open podium, Primark. Theatershow, Bijenkorf. Ryan, we gaan afsluiten, ja. Jamal, je bent zover? Ready? Maar nog niet, want ik ga even die percentjes afgeven. En dat is het mooie toch, kijk. Dit ligt op een tafel. Ja. Maar onder die tafel zitten die percentjes. En het is ook van Morphins Outlet. Mag ik weer dichtmaken? Dus als je bezoek hebt bijvoorbeeld, ik kan verrast je altijd. Heel goed. Je kreeg van mijn hoofdsponsor, dat is Telesuur. Ja. Kreeg je 50 SRD belten goed. Oh, tof. Ja, het wordt digitaal opgewaardeerd. Oké. Dus eigenlijk moet ik dit weer wegsturen hoor. Waarom? Want dit kan je niet. Je bent single. Je moet het met iemand drinken. Wie wil dit komen drinken met Ryan? Steek je vinger op en dan wordt het geregeld. Ja, die Don Bosco van Transamerican. Wie wil het drinken met Ryan? Als je me nu, na deze uitzending, mag je me appen, mag je me bellen of een Facebook bericht sturen. Dan regel ik het persoonlijk. Mag je komen eten bij Simply. Ja? Mag je komen dineren met Ryan, met die Don Bosco. Meld me. Ja? Ryan, thanks. Dankjewel. Dankjewel. Ik heb een afslank thee. Hé, hey, ja. Ja, je hebt je nodig toch? Klein beetje, dankjewel. Ja. Oeloekie. Maar dan moet ik even vertellen over deze afslank thee hoor. Ja. Het is de Mufit afslank thee. Ja. Het helpt goed en is snel gezond en energiek. Ja, oké. Is dat weer toch? Ja. Energiek, 100% is 100% natuurlijk. Is dat weer toch? Ja. En het is 10 dagen, 20 dagen, tussen 10 en 20 dagen voel je al een verschil. Ja. Ja? Dus gewoon, alles staat erop geschreven hoe je moet gebruiken. Ja, ook in het Arabisch. Ja, in het, ja toch. Het is voor iedereen toch. Ja. Ja, dus wanneer je weggaat, kan je iemand daar verrassen. Je krijgt twee pakken. Oké, dankjewel. Ja, het wordt, kijk, als die mensen willen bestellen, als jullie het willen bestellen, mag het. Maar die meneer staat ook daar bij dokter Voog aan de Charlesburg. Is het nieuwe of oude Charlesburg? Waar staat dokter Voog? Oud Charlesburg. Daar staat dokter Voog. Nee, nieuw. Wat zeggen jullie me? Nieuw Charlesburg kan je deze thee ook kopen. Het is een afslank thee en het werkt goed. Geloof me, het werkt goed. Draai hem het proberen. Ik ga het zeker proberen. Alles staat erop geschreven hoe je ermee moet omgaan. Ja, ik zie het. Ja? Ja? En dan gaan we weer shotten. En dan wordt er afsluiting nog een shooter. Ja. Alsjeblieft. Ja. Nog niet drinken. Tropical Paradise. En dit krijg je ook als presentje van Mix & Surf. Ons nummer staat erop. Als je iets ooit te vieren hebt, mag dankjewel, je ons dit contact en handen gebruiken als je een biertje openmaakt. Dankjewel. Alsjeblieft. Heel erg bedankt. Ja. Proost. Moeten we één keer. Eén hit. 3, 2, 1. Ah, heerlijk. Het is goed dat we dit nu doen, anders was het interview heel anders. Ja. Ik ben draaien. Ja. Hey, maar zo weten dat als er iemand is. Ryan? Ja? Je kreeg... We zijn nog niet klaar. Hey. Dit kreeg je ook. Oké, tof. Want, FIFA water, heerlijke dit, FIFA dit water. Dit was niet alleen blueberry, hè? Nee. Wat was dat andere ding? Ryan! Wat staat hier? Lees het voor me. Pomegranate. Ja. Die vind ik. Ryan, eat off, je onthoudt goed. Ja. Nee, ik ben 100% zeker dat die mensen donderdag, vrijdag, zaterdag. Donderdag is Torarica al uitverkocht. Ja. Vrijdag, zaterdag, mensen, er zijn nog een paar kaarten voor vrijdag en zaterdag in Thalia. Una bel me, una weer me, ik heb geen kaarten. Telesuur kantoor hebben nog een paar kaarten. Ga snel kopen. Ja? Die twee mensen, ik heb twee, krijg twee vrije kaarten. Als ze die kaarten wil,
morgen om 8 uur. 'S morgens bij Simply. Jara, kom een broodje daar kopen, dan krijg je een kaart. Gratis! Jamal! Ja. Dankjewel. En het is van Simply, hè? Oh, dit is van... Ja, dit is van Simply. Dit maken we daar. Dit is mijn zoon. Echt waar? Ja, yes, mijn zoon. Hé, hey, man. Ja. Ryan. Dit is mijn zoon. Je wil het niet geloven. Zie waarom ik zei dat je nu moet beginnen. Ik heb hem al geïntroduceerd. En nu denk ik, je zoon? Dus dan ga ik me weer introduceren. Is mijn zoon, ja. 21 jaar. Oh, wauw. 22? Na soepie. Hij is 22 geworden. Ja. Hij is 22 net geworden. Ja. Hij was die burger aan het maken. Ja. Dat heb ik voor jaren. Maar zie je waarom ik je zeg? Ja. Je moet nu beginnen. Ik moet nu beginnen, ja. Zie je, want dan kan ik overdragen toch? Je hebt gelijk. Ja, maar laat ik over. Ja. Maar nu heb jij niemand. Nee. Maar Ryan, dit maken we daar. Ja. Dit is onze nieuwste burger. Die dubbel. Is die dubbel burger? Ja, Simply Jumbo. Simply Jumbo burger. Mooi toch? Ja. Netjes. Geniet. Thanks man. Je mag alvast happen. Nee. Van burger. Druk hem plat. Ik eet geen niet-paddenvlees. Dus Je bent geen rund-eter. Nee. Oh, je bent dingen, hè? Hindoe. Yeah. Oh ja. Oh, dan gaan we dingen verrassen, want dat loopt aan burger toch? Ja? Ja, hij houdt van burger. Oh, oké, dat is hij. Maar patat wel? Ja, patat mag je eten. Oké. Je mag alvast je patat eten. Huh? Dat was het voor deze keer. Jullie hebben het gehoord van... Leuk, man. Wat vind je leuk? Jou. Je vindt mij leuk? Het programma is tof, man. Ja, ik weet het. Ik I know. Maar we doen het anders doen, Ryan. Yeah. We doen het gewoon anders. Kijk nou. Ik ga nog iets zeggen. Mm-hmm. In het leven... maak je fouten. Mm-hmm. Niemand is perfect. Ja. Wat gebeurt er wanneer ze tv maken? Als ze een fout maken... schrikken ze. Nee, hier niet. Hier mag je fouten maken, want je bent mens. Elk mens maakt fouten. Is dat weer toch? Mm-hmm. Dus daarom doen we het anders dan die anderen. Ja. Hier heb je genoten toch? Zeker, ik heb bij die anderen genoten. Niet toch? Genoten, gedronken, bij die anderen gelachen. Niet toch? Ja, zeker. Bij die anderen niet toch? Ja. Geen commentaar, maar dit is leuk man. Ja, dit is anders. Ja. Nog eentje voor het af. Baulie, nog eentje. Ja. Mevrouw Jadna Singh is gekomen op onze bank. Ze gaan het ook zien. Mm-hmm. Stadsdeelsvoorzitter in Amsterdam, van Amsterdam. Ja. Ze is komen zitten, Zuidoost. Mm-hmm. Ze is komen zitten op die bank. We hebben dat gesprek gevoerd. Ze heeft die van dingen, ze heeft gepiept van die van, hoe heet die mevrouw, Yeti Matourin. Ja. Ik heb Yeti Matourin mooie vrouw genoemd. Ik moest haar ook mooie vrouw noemen. En na onze aflevering is ze gegaan naar ATV voor een interview. En ze komt terug naar Kwaku. En ze komt bij me simpel, ga je eerlijk zeggen. Ik vind je programma te gek. Ja. Bij jou heb ik kunnen eten, ik heb kunnen drinken en ATV kreeg ik een kopje koffie. Ja. En zo'n saai gesprek. Ja. Bij jou was het echt luchtig. Ja. Dit is Tappa Bankstel. Ja, man. En we gaan voor meer. Ja, dat was het voor deze keer. Jullie hebben het allemaal gehoord van Ryan Pandey. Is dat niet toch? Geloof me, als jij vrijdag of zaterdag niet in Thalia bent, heb je de helft van je leven gemist. En dat wil je niet hebben. Nee, dat willen ze niet hebben. Suriname wil erover praten. En als je erover wil praten, moet je naar die show. Er zijn nog enkele kaarten bij de telestuurkantoren. Dus ga snel jouw kaartje halen. Ik heb 2. Als je niet om 8 uur daar bent, dan las je die kaarten. Dus kom snel bij Simply. We hebben 2 kaartjes voor jou. Om 8 uur morgens, precies om 8 uur. Zo maar kom 8:05 na kaarten. Dat weet je toch? Dan ga je die kaartjes verkopen. Dat weet je toch? Ik heb 2 gehad van telestuur. Ik wil het aan jullie geven. Dus om 8 uur morgens daar zijn. Hij is nog single. En ik weet dat er een heleboel in de rij gaan staan vrijdag en zaterdag. Wel, ik doe de keuring. Dus je moet mij eerst contacten. Dan kan je in aanmerking komen voor Ryan Pandey. Begin naar die show te gaan. Dat ook aan Taki. Ja, ik ben zijn manager hier in Suriname. Ja, als het om vrouwen gaat. Niemand komt zomaar aan deze jongeman. Dan weet je toch, kom vrijdag en zaterdag naar zo'n show. Dan wordt Taki. Kom met geld. Hey. Ren, we gaan het in die wand. Mag ik het afsluiten? We gaan die tatararant aan doen. Oh, middels de camera. Ja. Zet hem hier. Ja. Ben je ready? Je kent die tatararant aan. Ja, en je kan zingen, hè? Ja, hoe moet ik dat? Tatararant aan, maar omdat je hoog kan zingen, dan wil ik die hoge tatararant aan. Ja. Weet je, hoog. Tatararant aan. En dan moet ik tan. Dan ga je door. Oké. Jij alleen gaat het doen, want je zat taki trangen. Ga daar in die middels de camera. Moet ik hem afsluiten met? 3,
2, 1. Keise bani, keise bani, keise bani, keise bani, pilori bena chetani, keise bani, pilori bena chetani, keise bani. Nee, je moet het nog één nog één nog één. Keise bani. Oké. Maar dan ga je mij doen. Ja. Ja, oké. Keise bani, keise bani, keise bani, keise bani, pilori bina chutni, keise bani, pilori bina chutni, keise bani, pilori bina chutni, keise bani. Hey, 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 hey. Hier hebben we voor behouden toch het zak naar beneden. Oké. Thank you. Nice, 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 nice. Geniet mee van de superleuke Telesuur prepaid voordelen. Zoveel bonus als je wilt met eTopUp. Gratis 100 sms'jes na de eerste 5. Sms bel naar 4006 en bel gratis na 10 uur 's avonds. Gratis bellen na de eerste 3 minuten. Telesuur, keeping us in touch.